Oké. Hoi. U zingt in koor, hè? Ik zing in een koor, ja. Hoe heet het koor? En het koor heet Chioso Kiwenda. Chioso Kiwenda? Kom je daar nou weer aan? Ja, dat is zo'n hele moeilijke taal voor ons. Maar het is in ieder geval, betekent zoiets als wij voelen ons prettig. Ik zal even opzoeken precies wat het betekent. Ja, want dat weet ik niet uit mijn hoofd, hoor. Oh nee, even wachten, even kijken. Het ga je goed, betekent dat. Het ga je goed. Ja. Ja, dus. En hoe lang zingt u al? Het koor bestaat een jaartje of 7. En er is een groepje geweest op een maandag en op een vrijdag van het oefenen. Die zijn op een gegeven moment bij elkaar gevoegd. En het ene groepje bestaat al bijna 7 jaar. En het andere groepje ongeveer 4 à 4,5 jaar. En we zingen nu samen. En nou is het zo'n grote groep geworden. Het is een hele grote groep geworden, maar er zijn nog... Hoeveel mensen telt het nou? Bijna 40 mensen, maar we zijn er nu met 25 aan het optreden. Ja. Ja. Dus, Een andere optreden doen die anderen. Doet het andere gedeelte van het koor waarschijnlijk. Het andere deel van het koor is niet zo erg actief. Of ze zijn toevallig nou net niet aanwezig, dat kan. Ja. Ja, kan... Veel optredens, dus we tekenen in van tevoren op een optreden. En er zijn een aantal mensen die vanavond niet kunnen. Dus die hebben vandaag niet ingetekend. Ja. Dat kan, ja. Moeilijke dag. Ja, een rare dag. Ja, een aantal mensen, ja. Ja. Iedereen moet maandag weer werken. Ja. Is dit voor Radio Televisie Rijnmond of zo? Oké. Mooi. Die wil niet. Loopt hij eigenlijk wel? Ik ga even kijken. Ja, hij loopt. Hè? Oh, oké. Okay. Oh, ja. Ja. Ja, oké. Okay. Hallo. Goedenavond. U bent dirigent van een koor? Ben ik dirigent, ja. Ja, van een Afrikaans koor? Sorry, ja. Ja. En uw naam is? Boaventura Gouveia, maar roep mij Bobby. Ja, moeilijke naam hè, te onthouden. Ja. Hoe lang doet u dit al? Als deze koor of de muziek? De muziek met het koor samen. Met deze koor, zeg maar. Ik ben bijna 7 jaar, denk ik. 7 jaar. 7 jaar? Ja. Dat is toch wel lang al. Dat is wel een poos al. Ja. En hoe lang doet u het zelf? Bent u mee opgegroeid waarschijnlijk? Ik ben bijna heel mijn leven in de muziek. Ja? Ik heb een heel veel muziek gemaakt in de kerk, in de muziekschool. Ik heb afgestudeerd koordirigent in het conservatorium in Cuba. Ja, dat ik ben hier in Nederland met muziek heel lang. Sinds 1996 ben ik al bezig met muziek. Met 96. Je zit ja. Er nou in 2009, hè? Ja. Dus ja. Ja. Ja, dat is al een tijd toch? Altijd, ja. En wat doet u verder? Ja, dirigeert u alleen dit koor of heeft u nog andere koren die onder uw leiding staan? Ja, ik heb nog andere koren. Ik heb een koor in Oud-Beiland, die is vandaag weer optreedt. Ik heb een koor in Tilburg. Ik heb een koor in Limburg. En apart, ik heb ook op mijn eigen muziekschool. Daar heb ik privélessen, zanglessen, zangkoos en stemvorming. Ik heb een eigen mijn bedrijf als muziekschool. Als muziek, je bent muziekschool. Bespelen jullie ook instrumenten? Met percussie en zo, weet je wel? Nee, ik speel piano. Ik speel piano. Piano. Piano wel? Ja, piano wel. Ja, piano. Ja, ja. Hoort er eigenlijk bij, hè? Ja. Ja, tenminste, het is een beetje de grondslag van... Alle muziek, zeg maar. Ja. Daar komt alle muziek een beetje vandaan. Klopt, ja. Ja. Oké. Okay. Dankjewel. Ja, oké. Okay. Nou, ik dank u heel vriendelijk. Okay, en nog een prettige avond. Oké, jullie ook. En heel veel succes met alles. Dankjewel. Met de optredens en zo. Dankjewel. Waar treden jullie altijd op, zoal? Nou, deze zomer we gaan treden bij de Bijdorp. Nee, bij Bijdorp, ja. Ik denk 5 optredens of zo. Ben de hele zomer daar. Zo, dan ben je de hele dag daar. Hele zomer daar, ja. De hele zondag. Zomer. Zomerdag. Zomer, hele zomer. We hebben een paar optredens. Oh, de hele zomer optredens Ja. Alles in Blijdorp of ook ergens anders? Nee, anders maak je op dit moment, ik heb het niet in de handen. Maar ik denk we hebben heel veel optreden deze zomer, tot deze zomer. Oké. Dan komt ook een Europa Festival in de Utrecht.
Begin juni, 16 juli tot 26 juni. We gaan naartoe. Met heel veel optredens daar, workshop, luisteren voor allemaal activiteiten voor de muziek. Heel veel activiteiten voor deze zomer. Gevarieerd. Heel veel. Oké, dank u wel. Alsjeblieft. Okay. Dag, prettige avond nog. Dank u wel.